Hello. Ik heb heel veel zin in 22 maart. Dan gaan we lekker in het Brinkhuis in Laren een open mic doen. En ja, het is meer dan 3 jaar geleden dat ik daar ben geweest. Dus ik heb er super veel zin in. Jij ook? Zie je dan. Hoi. Zo. Ja, we gaan weer bommen in Laren. Op 22 maart kun je mij en een aantal andere hele toffe comedians zien in het Brinkhuis in Laren, waar de Brinkhuis Open Mic is. De meeste mensen kennen mij, denk ik, als ze vaker komen. En anders ken je me niet. En mijn baard is korter. En dat is ook pas alleen interessant voor de mensen die mij met een lange baard kennen. Ja, echt nutteloos. Deze informatie geef ik meteen toe. Ja, kijk eventjes voor kaarten. Een link hierboven. Of een link hier beneden. Of links of rechts. Ik weet niet waar die link gezet wordt. Zie maar. Maar kom wel kijken, want het wordt heel erg tof. Dinsdag 22 maart in Laren, Brinkhuis. Ik ben er absoluut bij. Hey beste mensen uit Laren en omstreken. Wat goed dat jullie een kaartje hebben gekocht. En wat leuk dat jullie komen op 22 maart naar de Bom in het Brinkhuis in Laren. Ja, wat gaan jullie zien? Ja, wij zijn eigenlijk een eclectische groep, ja, verbinders wel. Met een zeker gevoel voor humor. En dus als het even mee zit, valt er wat te lachen. En anders zeker wat om over na te denken. Dus nou, zie je daar. Hoi. Hallo. Ja, wij zijn er ook bij. Op dinsdag 22 maart. Om 20:15 in het Brinkhuis in Laren. Op de open mic. Want ik ben namelijk degene die het aan elkaar praat. Ik ben de MC van de avond en ik hoop je daar te zien. Dus ik zou zeggen, koop eens even snel een kaartje. Ik heb op dinsdag eigenlijk altijd Zumba-les. Maar dinsdag 22 maart niet. Die heb ik mooi afgezegd. Want dan ben ik in het Brinkhuis in Laren. Daar is namelijk een open mic met echt heel erg toffe comedians. En ik mag ook komen spelen. Dus koop een kaartje, wees aanwezig, cancel je Zumba-les. Tot dan.